Nou, Mitchell, we zijn hier in Portugal op bezoek bij jou. Jij woont hier. Waarom woon je hier? Nou, ik kijk om je heen. Ik bedoel, voornamelijk vanwege de temperatuur. Dus dat is wel de grootste reden geweest waarom wij besloten hebben om in Portugal te blijven. Vanwege het aangename weer. Ja, en jij hebt hier gevoetbald. Je hebt hier je eerste stappen gezet als trainer. En daarom hier gebleven. Ja, het helpt als je. Als je de taal spreekt en de mensen kent. En ik ben in 2001 naar Maritimo Funchal gegaan op Madeira. Daar heb ik 5 jaar gespeeld. En ben daar begonnen als trainer bij de belofteploeg, daarna het eerste elftal. Ja, dan komt er een tijd in Portugal dat je een keer weggaat bij een club. En toen zijn we hier terechtgekomen, net boven Lissabon. Wij als familie zijn hier besloten om hier eigenlijk altijd te blijven. De kinderen die kennen Portugal eigenlijk wel als een thuis. En ik ben alleen in Nederland gaan werken. We hebben een aantal jaar geleden bij Eindhoven. Ja, en ik zou voor 2 jaar gaan en inmiddels heb ik er al 4 jaar gewerkt. En ja, volgend jaar wordt 5e jaar in Nederland. Maar in ieder geval, familie blijft hier en vrije weekenden of ga ik terug of de familie komt naar Nederland. Ja. Hoe is het contact gegaan? Hoe heeft Ajax jou benaderd? Ja, dat was eigenlijk een paar weken geleden. En dan komt er contact via Mark. En eigenlijk toch wel niet aanzien komen in de zin van, je volgt Ajax natuurlijk wel, je kent een aantal mensen, maar je kent de club zelf niet heel erg goed. Dus het is niet zo dat je daar lijntjes hebt lopen of wat dan ook. En niet wetende ook eigenlijk wat er binnen Ajax ging gebeuren, dat Michael uiteindelijk zou doorschuiven naar het eerste elftal. Ja, en dan komt dat eigenlijk toch wel als verrassing. En daarna is het wel heel snel gegaan, want dan ga je nadenken. De club als Ajax, je merkt hoe Ajax er weer voor staat. Dat zie je zelf natuurlijk omdat ik in Nederland gewerkt heb. Maar ook hier in Portugal word ik er enorm op aangesproken van, hey, ja, jullie lopen altijd wel te klagen in Nederland. Maar ja, Nederland zelf gaat weer goed en Ajax speelt geweldig voetbal in de Champions League. En dan zie je hoe Ajax erop staat. Nou, en dan heb je een aantal gesprekken en dan gaat dat in één keer snel. En dan is dat, voor mezelf is dat, ik ben ook wel benieuwd hoe er bij Ajax gewerkt wordt. En wat nou het geheim is. En kan je daar zelf ook al wat aan bijdragen. En zeker ook in de functie die je gaat krijgen bij jong Ajax. Met werken met toptalenten die je weer verder moeten ontwikkelen richting eerste elftal. Ja, want wat wordt jouw takenpakket daar? Natuurlijk trainen van een jong Ajax, maar het is volgens mij iets breder nog. Nou ja, je weet als je een jong elftal gaat trainen, dan zit je eigenlijk overal tussenin. Aan de andere kant zie je wel dat dat de jong ploegen in de eerste divisie zijn gaan spelen, dat eigenlijk de afsluiting is van een opleiding. Dus zeg maar de stap na de onder 19, dat je in de eerste divisie volwassen gaat worden en dat je daar nog je stappen kan maken richting eerste elftal. Dus het wordt gezien als een afsluiting van je jeugdopleiding, waar weer andere dingen gevraagd worden. Nou, en dat, zo zie ik een belofte elftal, waardoor je spelers moet gaan ontwikkelen voor een laatste stap richting eerste elftal. Wat kunnen zij verwachten van jou? Nou, het is altijd meer een ander om daar een oordeel over te vellen natuurlijk. Het is in ieder geval duidelijk dat je weet wat er gevraagd gaat worden. Hè. We hebben het net over, je hebt geen vast elftal, je hebt geen vaste spelers. Je weet nooit of je de spelers van onder 19 krijgt of van het eerste elftal. Zo weet je ook als je naar Ajax gaat, de cultuur van de club, de visie van de club, hoe wil je voetballen, wat is belangrijk. Nou, dat neem je ook mee en dan moet je zeggen of je je daarin kunt vinden of niet. Nou, daar kun je je in vinden, dus dat moet je in ieder geval meenemen. Maar je moet jezelf ook niet verloochenen. Je neemt een aantal dingen van jezelf mee die je belangrijk vindt. Het is natuurlijk een wisselwerking van Ajax die een trainer zoekt, maar ook voor mezelf. Die zoeken een trainer en die heeft ook buitenlandse invloeden. Nou, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Maar uiteindelijk gaat het om de club zelf en de cultuur van de club. En niet wat in dit geval de trainer Mitchell van der Gaag voor ogen heeft en wat hij het belangrijkste vindt. Ajax wil verlengen met Bogarde. Daar sta jij ook achter. Ja, dat wisten we van tevoren natuurlijk ook al. Hè. Dat als je ergens terecht gaat komen, dat een club ook bepaalde mensen in dienst heeft. Waar die er al langer werken. Die in dit geval Winston, die daar al een aantal jaren zit.
die de cultuur goed kent van de club, die weet hoe het werkt om bij Jong Ajax te trainen. Heb je ook al met hem gesproken dan daarover? Ja, we hebben natuurlijk wel contact gehad op het moment dat, dat bekend werd dat ik daar naartoe zou gaan en dat Ajax in een gesprek was met Winston om te verlengen. Ja, dus dat is logisch dat je contact met elkaar hebt. En Nederland speelt natuurlijk eerst tegen Engeland de halve finale, Portugal tegen Zwitserland. Stel, beide landen komen elkaar tegen, Nederland en Portugal. Voor wie ben je dan? Nou, dat is altijd heel lastig, deze vraag. Die is heel moeilijk. Ik blijf altijd Nederlander, dus het is altijd, en zeker omdat ik weer in Nederland werk, dus is dat altijd wel duidelijk. Maar het is altijd wel lastig, maar wat dat betreft blijf ik Nederlander. Ja, want je zegt wel eens over Nederland van dat is eigenlijk buitenland voor mij, nu ik zo lang al hier woon. Ja, dat komt zo langzamerhand. Is dat gevoel daar gekomen, omdat je bent bijna 20 jaar, woon je hier in Portugal. De laatste 4 jaar werk ik natuurlijk in Nederland. Maar je komt weer terug naar Nederland en dan word je toch wel een beetje wat gaat hij doen, wat voor trainer is het? Dan ben je toch ook een beetje buitenlander, maar ook in Nederland, ook in Portugal blijf ik buitenlander, ook als trainer. Dus dat blijft altijd. Eigenlijk ben je nergens thuis. Nou ja, ik ben overal thuis, hè, ja. Dus begrijp me niet verkeerd, maar ja, je merkt hoe er tegenaan wordt gekeken. Maar als ik puur kijk van de laatste 20 jaar waar ik woon, en waar ik ook iedere keer weer terugkom, ja, dan is Portugal toch al mijn thuisbasis.